Goedemiddag allemaal. Welkom in de twee werelden van Luc Bellings. Dus Luc gaat aan een enorm avontuur beginnen samen met Danny Simons, waarover straks meer. En dat gaat hij ook professioneel aanpakken. Met een strijd in de strijd. Luc gaat het daar opnemen tegen de, ik denk dat dat niet overdreven is Luc, de meesterkok in Zuid-Afrika, David Hicks. Wordt zo'n beetje een strijd in de strijd. Sarah, jij bent vorig jaar derde geworden. Jij gaat dit jaar ook meedoen, dus jij weet perfect wat de Cape Epic is. En aan de andere kant zit Jan Huis, jij gaat ook meedoen Jan. In elk geval met dezelfde trui. Jij gaat ons iets vertellen over hoe het allemaal organisatorisch gaat, want dat is niet zomaar evident, denk ik. De grootste hindernis ingeschreven geraken. Goed, daar gaan we het zelfs dan even over hebben. Ik ga eerst eens Sarah laten vertellen wat de Cape Epic eigenlijk is. Is dat een avontuur, Sarah? Ja, het is niet echt de afstand die het parcours lastig maakt, maar het aantal hoogtemeters die de dooddoener zijn. Hoeveel zijn er ongeveer? Ik las iets van 15.000. Ja. Dus dan eigenlijk verdeeld over 7 dagen, want de eerste rit is een tijdrit, een proloog, om de startplaats te bepalen. En dan nadien begint het echte werk in 7 etappes, die gemiddeld zo'n 100 kilometer lang zijn. Ja, het is absoluut lastig. Ik zeg altijd, het is maar zo lastig als in verhouding met je voorbereiding. Bereid je vooral fysiek voor en zorg dat je jezelf niet opblaast in de eerste ritten, want dat is een beetje de grote fout. Iedereen is vol enthousiasme met elkaar om eraan te beginnen. En goed eten en drinken onderweg en ervoor en erna. Ja. Nu, je leest ook dat er enorm veel mensen aan meedoen. 1200 duo's, klopt dat? 600 duo's. Waaronder heel grote namen. Ja, dus ik las Schurter doet mee, Hermida. Ja, als je daar tussen rijdt, dan is er wel een goed beheer. Dat denk ik. Ook Roel Paulussen doet mee, die heeft dat 2 keer gewonnen, geloof ik. Hoe vaak heb jij jezelf meegedaan? Dat gaat nu de 4e keer zijn. Wat vond jij het moeilijkste bij elke editie? Toch, je bent zo heel de tijd, van zodra je met je fiets toekomt, ben je bezig met jezelf verzorgen en voorbereiden voor een dag nadien. Ja, dat eigenlijk is de geniet van het fietsen, want wat er nadien komt, is vermoeiender dan op de fiets zitten soms. Oké, Luc en Danny, je bent verwittigd, hè? Ja, Zuid-Afrika is ook zo'n land waar je komt, you love it or you hate it. I love it. En de meeste race gaan rijden. Oké, dankjewel Sarah. Jan, we hebben al gehoord, organisatorisch komt er een en ander op jullie af. 600 duo's die meedoen, of die kunnen inschrijven. Er worden 100 duo-plaatsen verkocht. En dan zijn er nog 500 plaatsen. En daarvoor moeten mensen zich inschrijven op een zogenaamde lottery. En dan wordt er na 2 maanden of zo, krijg je dan bericht. Je bent erbij of je bent er niet bij. Dus vanaf dan kon eigenlijk de voorbereiding beginnen. Want dan komt er toch redelijk veel op je af. Je moet toch buiten de klassieke dingen vluchten, logies ervoor, daarna. Met welke fiets ga je rijden? Ik denk, we hebben met 4 een nieuwe fiets gekocht. Zodra je toekomt, heb ik mij ook laten vertellen, nemen ze jouw fiets af. Gaan ze die afspoelen en proper maken. Maar dan is het best denk ik dat je daarna nog even kijkt. Werkt alles nog wel? Moet ik niets aan mijn veren doen? Moet ik dat soort dingen? En als daar grote stukken zijn, dan heb ik begrepen dat Luc beroep kan doen op een koersservice van Specialized die daar zal zijn. Jullie worden gevolgd door een pick-up met Roger Rosiers en met de vrouw van Luc, Brigitte. Roger Rosiers, die gaan op sommige plaatsen kunnen kijken, maar die gaan vooral, daardoor kunnen we wat extra materiaal meenemen dat zij ook vervoeren. En hopelijk gaan ze onderweg ons wat aanmoedigen hier en daar. Maar we hebben ondertussen ook al geleerd van gesprekken die we gehad hebben met mensen dat ze ons mogen aanmoedigen, maar dat het daar stopt. Dus ze mogen je niet helpen op geen enkele manier. Als assistentie van derden wordt blijkbaar nogal streng afgestraft. Ja. Okay. Bedankt Jan, dan hebben we zo'n beetje een idee wat het organisatorisch gaat zijn. Sarah, ook bedankt. Luc, Cape Epic. Waarom? Mij lijkt het zoiets ver van mijn bed, maar blijkbaar toch niet. Waarom? Ik ben heel goed bevriend met Sven Nijs.
En ik ga jaarlijks een weekje biken met Sven op Mallorca. En enkele jaren geleden zei hij, ik stop na het WK in Hogerijden. En dan ga ik een verlengstuk daaraan toevoegen, dat is de Cape Epic. En bij mij begon ook even in mijn hoofd te werken, want dat zie ik eigenlijk wel zitten. En verder de gesprekken op de avond waren we er eigenlijk uitgekomen dat ik zou samen gaan rijden met Jan Verstraeten. Dus de manager van de huidige manager van Sven. Maar iedereen kent het verhaal van Sven Nijs. Hij heeft zijn carrière met enkele jaren verlengd, dus zijn uitstel van Cape is ook verlengd. Maar goed voor Sven? Ja, goed voor Sven. En ik heb er altijd bij in mijn hoofd blijven zitten. Ik zeg, ik wil dat eigenlijk toch wel doen. En ik wil daar ook een goede partner bij. En ik fiets al jaren met Danny. En ik heb er Danny eens over aangesproken en gezegd, vind je dat wel leuk? En natuurlijk vond Danny dat leuk, dat is een serieuze uitdaging. Ja, Danny, kun je misschien eens terug vertellen waarom jij dan meedoet? Is het gewoon omdat Luc het vraagt of is het meer? Ik ben sportfanaat in hart en nieren eigenlijk. Hè. Niet alleen op recreatief gebied, maar ook, ik voel me nog echt, ondanks mijn leeftijd, fit genoeg om zo van die zaken te doen eigenlijk. Hè. Het is niet die eerste twee uren dat je het moet gaan doen, zoals Sarah al zei. Hè. Je moet stilletjes aan je bord gaan leeg eten. Hè. Ik vroeg net waarom een triatleet in de Cape Epic, waarom nu een twee sterrenkok in Zuid-Afrika? De fiets. Het koken is wel heel mijn leven, maar mijn fiets ook. Waarom? Ik was als kleine begeleider. Mijn papa was voorzitter van de wielerclub in Dongre. Ik ben er eigenlijk ingerold als 7-8-jarige op de fiets. En ik ben er eigenlijk nooit van af geweest. Ik ben altijd mijn job blijven combineren met het fietsen, want ik vind ook het niveau wat ik haal in mijn dagelijkse job als twee sterrenchef is topsport op het allerhoogste niveau. En ik heb veel ontspanning nodig, omdat het zoveel stress meebrengt. En die kan ik alleen kwijt op mijn bike of op mijn racefiets. Mm-hmm. Een gefascineerde kop, maar een gefascineerde fietser ook. Ja. En ook ambities. Ik ben heel jong zelfstandig geworden. Ik ben nu bijna 30 jaar zelfstandig. Ik heb altijd ambities gehad, sterrenchef, 1, 2 sterren. Ik heb nog ambities voor ooit 3 sterren te komen. Maar ik wil ook fietsen met ambities. Ik ga niet naar de Cape om te zeggen ik wil finishen. Oké, dat is het belangrijkste. Maar ik heb ook een doel. Mm-hmm. Ik wil een goed resultaat neerzetten bij mijn vervolgen wat onze capaciteiten zijn. En wat is een goed resultaat? Een goed resultaat is bij de Masters top 15 en top 100 met het algemeen klassement. En jij, Tony? Ik moet me daar wassen, misschien wat Luc is de chef. Nu, ik weet het niet wat het gaat zijn. Je zult het van dag tot dag moeten bekijken. Hè. We hebben dan als voorbereiding ook de vrijdaagse van het Schwarzwald gedaan. Daar hebben we het ook van dag tot dag bekeken. Na 3 dagen, na 4 dagen zit je op je plaats. Als je je goed voelt, gaan we dan voor. Maar op voorhand grote uitspraken doen. Durf ik zelf niet, omdat ik niet weet wat gaan we dan daar tegenkomen eigenlijk. Hè. Maar als Luc zegt, ja top 100, dan moeten we ervoor gaan. Hè. Dus. Een interessante vraag in die context dan. Hoe goed is Luc op dit moment? Luc is zeer goed. Nee, ik heb met Luc al, ben ik toch al een jaar intensief mee, hè, wekelijks mee aan het rijden. We hebben verschillende wedstrijden gedaan. Het Schwarzwald was goed, hè, maar daar voelde ik heb overschot. Maar de laatste weken voel ik, Danny, hier zult je het onderste aan de kant moeten gaan halen. Maar Luc is heel goed. Ja. Je ziet het zelf ook, hij is zoveel kilo afgevallen en alles. Hij heeft zich daar professioneel op voorbereid. Ja, daar wil ik even op inleggen, Luc. Veel van uw collega's, koks, die staan niet zo scherp, denk ik. Die fietsen nog niet zoveel. Ik heb mij ook medisch heel goed laten begeleiden. Ik ben 16, 17 maanden geleden ook professioneel met een diëtist begonnen, van ik wil gezonder leven, maar met als hoofddoel het sporten. En ook medisch met dokters, maar echt, ik wil gezond aan de start komen. En daar zijn maanden overheen gegaan en dat vind ik heel belangrijk. Je moet niet aan zo'n avontuur beginnen, onvoorbereid. Het is gelijk Sarah ook al zegt, de voorbereidingen is belangrijk. Ik denk dat wij de beste voorbereiding gedaan hebben die wij kunnen, die in onze mogelijkheden zitten. Ik heb ook een fulltime job, Danny ook. Ik denk
ja, dat we alles gedaan hebben dat we moeten doen. En ik was daar niet een enorme partner, hij heeft zoveel ervaring, het is gelijk Sarah zegt, en daar heeft hij zoveel ervaring. En dus die kunt, je moet 15.000 hoogtemeters op. Ja, maar ook, hoeveel kilo minder zijn je nu? Ik ben toch 13, 14 kilo kwijt. Amai. Ik ben momenteel 67 kilo. Mijn begeleiders zeggen dat het is goed. Zijn we nu ook zo? Danny, zet je ook af? Ik ben, ja, ik heb triathlon gedaan, en ik ben nooit gestopt met trainen, dus ik heb me nooit laten gaan. Nooit gestopt met competitie, gestopt met competitie, maar nooit gestopt met trainen. Dus ik heb me nooit fel laten gaan. Ik heb altijd nog veel getraind, nog veel duurtrainingen. Dus veel afvallen ging, je kunt altijd veel aan. Maar ik voel me op dit moment sterk genoeg en alles. En ik denk dat ik er toch scherp uit genoeg zie voor dit te doen. We gaan het vetpercentage niet meten, maar het ziet er goed uit. Ja, we proberen toch te houden. Hè. Dus we proberen ons fit te houden en goed. En ik denk op onze leeftijd is het goed. Oké, Luc, er is een strijd in de strijd. Uiteindelijk blijf jij ook kok en je gaat het opnemen tegen de nummer 1 in Zuid-Afrika, David Hicks. Ik heb eens gegoogeld, dat is wel het een of ander. Van een van de top 100 restaurants ter wereld. Ja. Jij ook, bijna zeker? Nou, ik weet niet wat mijn ranking is, maar ik sta al sinds niet in de top 100. Maar ik vind dat wel een mooie uitdaging. Ik ken natuurlijk niet die man zijn capaciteit wat hij op de fiets kan. Misschien dat Sarah, daar iets meer Sarah, kan. Sarah, vertel daar eens iets over, David. Ik denk dat ze niet hebben. Ik denk niet dat je dat zal wel nog lukken. Je hebt schitterend materiaal om daar naartoe te trekken. De truien zijn van Frans Verbeek, heel professioneel gemaakt, heel mooi. De fiets van Specialized, schitterend. Ja, dat moet ik ook zeggen, wij zijn niet alleen goed voorbereid fysiek, maar wij hebben ook het beste materiaal ter beschikking gekregen. Dat dank ik nog de mensen van Specialized en in het bijzonder Klaas en Sint-Tongeren. Dus we hebben niks aan toeval overgelaten. En dit is ook wel belangrijk. Dus wij kunnen dat goed doen op de technische dienst. Dus, eigenlijk gaan we niks aan toeval overgelaten. Oké, okay, vertel eens iets over de trui. Waarom die kleuren? Dat doet zo'n beetje terugdenken aan Zuid-Afrika. En ik vind ook, als je je uitdraagt, mag het ook een beetje opvallen. En ik vind dat wij een prachtig ontwerp hebben gemaakt samen met Frans van Beek. Min of meer. Maar ik heb ook heel veel vrienden. Profrenners, Johan van Summeren, Jan Bakeland, zijn allemaal mensen die wekelijks over de vloer komen, niet voor het eten, maar als ze een trainer zijn hier, een tasje koffie komen drinken. Ik en Danny samen met Jan en Dave hebben ook een paar keren in de winter samen getraind met die mannen. Ik en Danny bijna wekelijks. We hebben wekelijks tussen ons vreemdgangen. En dan toch op één dag dat Jan Bakeland 14 dagen op vakantie is geweest, dat hem aan de finish zegt, jongens, vandaag was het er net over. Dat deed voor mij toch en Daniel van Doni, we zijn bijna 50 jaar. En ik zeg tegen Jan, zijn we er vandaag ook wel aan gegaan. Dat zijn toch allemaal momenten die je enorm stimuleren. En als je ziet dat een Johan van Summeren nu belt aan mij, hoe zit het met de conditie? Jan Bakeland zie je een SRM-systeem komt brengen van, daar moet je mee trainen, daar word je sterker van. Daar word ik gemotiveerd van. Ja, 700 en zoveel kilometer, 15.000 hoogtemeters, Luc, dat wordt het een en ander. Allee, we wensen jullie van harte heel veel succes. Hè. Dankjewel. Ik hoop voor u witte wijn.